Nou, vandaag rijden we in een nieuwe Skoda Enyaq. Een nieuwe elektrische auto, een geheel elektrische auto van Skoda. En helemaal nieuw. Ja, helemaal nieuw. Hij deelt ook hij is natuurlijk bezit op de Skoda ID4. Daar deelt hij de nodige techniek mee. En ik ben erg benieuwd hoe ver Vach nu is met een volledig elektrische auto. Dit is een hele luxe versie, first edition als ik het goed heb. Dan pas ik het nog wel eventjes aan zo. Deze heeft in principe alles wat je, ja, wat leuk is op een auto. Maar ook een aantal nieuwe systemen. Adaptieve cruise control, dus dat betekent dat hij de snelheid zelf reguleert tot je aan je voorstander, tot wie voor je ligt. En hij remt ook af. En als je remmer dan even iets inhoudt bij het stoplicht, dan gaat hij automatisch op hold. En zodra je bij spreking naar maar iets aan je gas doet, gas eigenlijk zijn stroompedaal, dan gaat hij er vanaf en dan kun je rijden. En ik moet zeggen, dat doet hij erg goed. Maar ik moet wel zeggen, deze auto heeft de optionele 21 inch wielen. En we hebben nou al een stuk gereden. En ik heb toch wel het idee van, ik zou ze zelf niet nemen. Ik zou zelf toch wel maar behouden bij 17, 18 of 19 inch. Want dit is wel erg veel van het goede. De banden maken best wel een hoop geluid. En je hoort ze wel slaan. En terwijl de rest van de auto natuurlijk hartstikke stil is. En dan denk ik op mijn beurt van ja, het staat wel erg mooi, 21 inch wielen. Maar ik zou zelf een maatje kleiner nemen. Alleen al omdat die lagere rolweerstand hebben. En zo de range weer een heel klein beetje verder is. Wat mij eigenlijk opvalt bij deze auto, dat deze auto in tegenstelling tot de Volkswagen ID4 een veel mooier interieur heeft. Hè. Dus het is mooier afgewerkt, het ziet er ook allemaal mooier uit, het voelt ook mooier. Dus, dat is natuurlijk wel een vrij luxe verlangen versie. Maar je kan wel merken, eigenlijk is de auto een aantrekkelijke aanbieding dan de ID4. En nou goed, je ziet het allemaal wel, hè? Omdat het een elektrische auto is, je ziet dus een automaat. Ja, een automaat. Eigenlijk heeft de auto geen automatische versnellingsbak. Het is gewoon één reductieauto. En je hebt een aantal vermogensversies. Je hebt een 60 en een 80 kilowatt, 180 en 200 pk. Dan ben ik alleen vergeten te vragen welke uitvoering dit is. Of dit de grote of de kleine is, dat weet ik niet. Maar wat ik wel denk is, de 60 kilowatt versie heeft eigenlijk al voor de meeste mensen al een heel aardig gewoon gebruik. Nou ja, goed. Hier kan je dus laden. Dat hoef ik nou dus niet te doen, want ik heb de accu's lekker vol. Goed, even over het interieur. Wat heeft Skoda heel slim gedaan? Die heeft hier voor de belangrijkste functies een aantal sneltoetsen. Als je hierop drukt, zit je gelijk in het zeer uitgebreide klimaatmenu. Maar ook bij spreken als jij in de... Kijk, nog kiezen tussen dingen. En hoef je niet via allerlei minuutjes te gaan om te gaan kijken van wat je dan wil. Het ziet er allemaal hartstikke mooi en specie uit. Je kan echt alles aan instellen en het eruit toveren. Even zien. Deze knop is heel leuk. Dan kan je zien. Nou, we hebben een klein stukje gereden. 17, 8 kilowatt hebben we opgestookt. Nou, als ik dat vergelijk met autoblaadjes, hebben we best wel rustig gereden. Ondanks dat we nog door de stad zijn gegaan ook. Dit is de home touch. Dan zit je weer in het scherm. Ik vind dat de radio het vrij aardig doet. Hier zit de volumeknop. Zo. Doet het best aardig zo. Ik moet eerlijk zeggen dat het werkt best aardig. Natuurlijk de gebruikelijke dingen zitten er verderop. Je kan je telefoon eraan knopen. Dat doe ik nou niet, want dat is de auto van de verkoper. Nou goed. Eens wat ik nadeel vind, dit is piano zwart lak. En goed, je ziet al, het is heel vingergevoelig. Dat vind ik iets minder. Mooi die bakje en aansluiting voor USB.
zit er ook in. Hier kan je iets insteken. En dit gebruik je als je handrem. Als je wil rijden, zo simpel. Je trapt gewoon je rempedaal eventjes in. En dan springt hij over. En dan, hier wordt hoofdzakelijk je snelheid gegeven. En je meest primaire functies. Links heb je dan iets wat je actieve cruise control gebruikt. En dat soort zaken. En hier zit als een apart hendeltje. Vroeger zat het op de centrale knop. Maar nu zit het weer apart los. Dat is eventjes wennen. Het voelt echt een beetje aan alsof het leer is. En die kan je nog veel meer dingen in aan en uit zitten. Ik vind het best knap gedaan. Ja, ziet er wel goed uit. Maar goed, laten we maar weer snel verder gaan rijden. Waar waren we gebleven? Nou, dit is inderdaad een 80 kW uitvoering. Dus dat betekent dat hij 204 pk heeft. Nou, 80 kilowatt. Dat zou betekenen dat hij in de WPD-waarde riant over de 400 heen kan. In de praktijk is het toch iets minder. Want ja, je verliest natuurlijk altijd wel wat. Hè? Dus vooral in de winter. Want de verwarming moet ook uit je accu komen. En alles wat je doet aan verlichting en aan andere zaken. Dus dat kan betekenen als jij heel krap in je stroom zit. Moet je de verwarming uitzetten. En de radio kan, als het kan, even kan uit. Om stroom te besparen. Nou is de accu van de radio natuurlijk niet zo heel erg. Maar ja, alle beetjes helpen. Maar die elektrische verwarming, ja, die doet echt heel veel. En deze auto heeft ook heel veel verwarming. Ja, je kan van alles elektrisch verwarmen. Ik geloof dat de voorraad ook elektrisch verwarmd is. Dat vind ik een hele mooie oplossing trouwens. Wat ik nou even speciaal wil benadrukken, de spiegels. Wat zijn dat fijne, grote, mooie spiegels, goed van vorm. En je ziet er echt alles in. En ze zien er ook mooi uit. Dus een punt is een punt. Maar je kan ook precies zien wat je net naast je wil zien. Maar niet in de hoogte hoeft te zien. Dat vind ik ideaal, want ik deze spiegels op mijn Octavia had. Dat is echt heel mooi. Nog één ding over de Argarius. Dat is de radius. Hoe harder je rijdt, hoe harder hij de accu leeg gaat. Als je gewoon rustig met 100 met stroom mee gaat, dan zal je natuurlijk bijzonder aanzienlijk verder komen dan als je bijzonder, als het zodra het mag, 120, 130 gaat rijden. We kunnen nu ook geen topsnelheid test doen of zo, want ja, we mogen net harder dan 100. En we hebben ook niet onbeperkte tijd. Ik moet eerlijk zeggen, dit bevalt me eigenlijk wel. Hè? Ik rijd best wel veel testauto's. En de meeste auto's vind ik eigenlijk wel leuk. Maar er zit ook maar een beperkt aantal dat ik wou zeggen van jongens, die komen op mijn lijst te staan. Nou, ik kan je nu al vertellen op basis van wat ik nu heb ervaren van deze auto. Deze auto komt op mijn lijst te staan. Natuurlijk is deze auto veel te duur. Het zal wel worden als hij tweedehands is, over een jaar of twee, drie. Al gelang hoe de markt zich ontwikkelt en mijn financiën. Maar ik heb deze auto wel vrij hoog op mijn lijst zitten. Want het grote voordeel van deze auto vind ik, de vormtaal is typisch vach. En je bent er vrij snel in thuis. Alles zit op de plek waar je hoopt dat het zit. En nou, dat is natuurlijk gewoon heel fijn. En zo kan je ook gewoon heerlijk rijden. Zonder dat je echt helemaal compleet moet wennen. Want bij zo'n heleboel dingen, de navigatie en alles, dat werkt eigenlijk wel globaal hetzelfde als bij de andere vachauto's. Globaal. En dat is een hele korte gewenningstijd. En deze auto is, laat ik zo zeggen, ik denk dat de hegemonie van Tesla eigenlijk best wel onder druk komt te staan. Deze auto is wel veel goedkoper dan een Tesla. Maar ik denk best wel dat sommige mensen zeggen, in plaats van een bescheiden Tesla 3, kan ik ook een volgehangen Enya kopen. Met een hele grote accu, allerlei opties en luxe dingen. Maar niet die typische Tesla nadelen van goedkoop afgewerkt interieur. Want deze auto is gewoon eigenlijk ja, best wel goed afgewerkt. Zeker als je vergelijkt met de ID3 of de ID4. Dan lachen ze, dat is gewoon Skoda gewoon heel veel beter op dit moment met deze auto. Het zou me ook niks verbazen dat met een Wolfsburg of Volkswagen toch wel een beetje ja, de schouders ophaalt. Van wat hebben die jongens daar al in Tsjechië nou gedaan? Om gewoon een auto te bouwen die veel aantrekkelijker is dan een eigen model. Daar heb je natuurlijk altijd wel van die sukkels die zeggen van als je een Audi rijdt of een Skoda, dan ga je naar de Skoda rijden. Maar goed, zulke mensen zijn nog niet te helpen. Kijk naar wat je krijgt en hoe het is. En kijk niet naar het logootje wat op de kofferbak staat. Want iedereen die een klein beetje kennis heeft, die weet dat Skoda in principe van VAG
ontzettend goed in elkaar zit. Ze zitten netter en beter in elkaar dan Seat. En dat is wel een dingetje hoor. En mensen bij Skoda zijn ook echt trots op hun auto. Half Tsjechië rijdt ook in de Skoda. En ik kan die jongens ook niet ongelijk geven. Want Skoda zijn in de regel gewoon vrij fijne auto's. Kijk, het kan altijd mooier en beter. Maar zodra jij het verhaaltje gaat bijkijken, prijs, ja, dan is Skoda ijzersterk. Al moet ik wel zeggen, Skoda begint wel aan de dure kant te worden met een heleboel modellen. Maar ik moet wel zeggen, als je ingaat voor een eenvoudige N-Jack met een 60 kilowatt, dan heb je al een vrij behoorlijke uitrusting voor een scherpe prijs. Maar wat je echt nodig hebt, zit er wel op. En ik denk ook wel, op het moment dat jij, de meeste mensen rijden natuurlijk niet iedere dag enorme afstanden. En volgens begrippen zomaar een kilometer of 20 of 30. Maar ja, ik heb zelf altijd de norm. Hey, ik woon in Almelo, mijn ouders wonen in Amersfoort. En ik wil eigenlijk, no matter what, wil ik het hele jaar door van Almelo naar Amersfoort kunnen rijden en weer terug. Ook in de winter. En omdat ik in Amersfoort niet kan bijladen, tenminste niet bij mijn ouders. Want dat laden, dat is wel nog wel een dingetje hoor. Ik denk deze auto's zijn erg goed. Maar ik heb het idee dat er aan de infrastructuur van het laden nog maar erg weinig gebeurt. Want bij wijze van spreken, wat gaat er nou gebeuren als deze N-Jack, die waarschijnlijk ongetwijfeld het heel leuk gaat doen op de leasemarkt. Wat die dan gaat doen. Ik heb wel echt wat idee van, ze zullen dan nog wel eventjes wat moeten gaan bedenken met die laadstromen. Want als natuurlijk iedereen natuurlijk bij spreken een krachtstroomaansluiting neemt om ze met 20, 30 kilowatt te kunnen laden, de wijkkabels kunnen dat niet aan. En toen ik een paar jaar geleden Leaf testte, waar ik denk dat het de eerste elektrische auto die waar je wat aan hebt. Nou, toen dacht ik van, en nu zijn we weer een paar jaar verder, en er is eigenlijk bitter weinig gebeurd. Ja, je kan wel een paal aanvragen als je een auto gekocht bij je gemeente. En dan schijnen er wel bepaalde regelingen te zijn met bedrijven die dit voor je kunnen organiseren. Maar ik woon bijvoorbeeld bij een huis waar ik een gemeentelijke gezamenlijke parkeerplek heb. Nou, de gemeente zou natuurlijk wel groen beleid wel weer uit willen rollen. Maar er zullen toch wel wat haken en ogen aan zitten. Ben ik bang. En wat als iedereen dat nou gaat doen, dan moet er echt wat gebeuren aan de infrastructuur. Is niet gebeurd, maar dat zou wel moeten. Wat ik verder eigenlijk nog wil zeggen is, dan komen we eigenlijk weer bij de conclusie. Ik vind het een ijzersterke aanbieding. Hij stuurt goed. Ik zou alleen niet de grote wielen nemen, ik zou kleinere wielen nemen. Of je echt de leer en de goedkopere modellen nodig hebt, dat weet ik niet. Ik heb alleen maar dure modellen gezien natuurlijk. Dat kan ik jullie helaas niet zeggen. Maar ik heb het wel idee dat deze Skoda kan een ontzettende hit worden op de markt. Ja, hij doet eigenlijk alles goed, voelt vertrouwd aan, rijdt erg goed. De bandengeluid had iets minder gemogen, maar ik denk als jij normale wielen rond doet, dat het al een heel stuk beter gaat worden. En ik denk dat, ik vind het een meestelijk bezet van Skoda. Bedankt voor het kijken maar weer. En ik zou zeggen, als je nog niet subscribed hebt, doe dat alsjeblieft nu, onderschrijving. Onderin met het klokje daar. Dan mis je geen enkele nieuwe video. Bedankt!